Nee, ik zit niet vanaf het begin, maar vanaf 2008, geloof ik. Begin 2008 ben ik deel van het. Overgang van 2007, 2008. En toen speelde het al een jaar of twee. Dat kwam omdat ik in 2007 ontslagen werd. Nou, kort verhaal te maken, ik ben gewoon werkloos geworden. En toen zag mijn vrouw een advertentie in een van de stadsbladen. Oproep, gezocht, verhalenverzamelaars. En toen heb ik me gemeld. En toen ben ik een aantal keren in het Amsterdam Historisch geweest. Toen nog historisch. Inmiddels niet meer. Voor een aantal bijeenkomsten over verhalen en hoe je dat doet. Toen mij gevraagd werd waarover wil je schrijven. Toen zei ik het Joods verleden. Zonder dat ik een idee had wat ik zou kunnen verwachten. Ik wist natuurlijk wel dat de meeste mensen gedeporteerd en vermoord waren. En ik had mezelf voorgenomen om te kijken of de overlevenden waren en of ik die zou mogen interviewen. En dat is gebeurd dankzij het Joods Historisch. Daar heb ik me gewoon gemeld. Van, goh, hebben jullie materiaal? Hebben jullie ideeën? Ik ben begonnen met ook weer een naam die ik kreeg van het Joods Historisch. Ze zeiden van, als je iets over een winkel of zo wil weten, of over een bakker, bel dan Dave Verdonen. Ja, en ik ben in dat wereldje terechtgekomen. Een andere term heb ik er niet voor. En de een naar de ander komt zich aanmelden. Ook via de website. Gewoon het dagelijks leven. Het gaat over school. Het gaat over spelen. Het gaat over, als het over de oorlog gaat, het begin van de oorlog, over de angst, onzekerheid. Maar eigenlijk gaan de verhalen nooit echt over de oorlog. Dat maak ik ook altijd afspraak. Ik kom alleen om over het vooroorlogse gebeuren met u te praten. En vaak is het dan wel off the record. Buiten het interview komt het wel over de oorlog. Maar in sommige gevallen zitten de mensen zo vol met hun verhaal over wat er is gebeurd in de oorlog. Ja, dat het vanzelf meegenomen wordt. Ja, dat was het eerste beste interview. Is misschien wel het meest emotionele geweest wat ik ooit heb meegemaakt. En ik hoop ook dat ik dat niet zo vaak zal meemaken. Dat was Dave Verdonen. Het verhaal dat hij als 5-jarig jongetje met zijn ouders is ondergedoken in de Watergasmeer. En hoe hij opgesloten werd in een kast en vastgebonden werd omdat er controle kwam in huis. Niet zozeer vanwege de Duitsers of vanwege de politie, maar gewoon vanuit de gemeente was controle op het onderduikadres of er geen foute dingen gebeurden in huis. En dat vond ik, de manier waarop hij dat vertelde, vond ik heel emotioneel. Omdat hij anders sprak over ik en mijn vader deed dit en ik deed dat. En opeens ging hij over in de derde persoon. Toen ging het niet meer over hemzelf. Terwijl ik dat oppakte van hij praat niet meer over zichzelf, maar het gaat wel over hemzelf, kreeg ik het benauwd. Ja. En toen heb ik ook het interview stopgezet in eerste instantie. En toen heb ik gevraagd aan Dave, ik moest Dave zeggen. Ik was na 1 keer een vriend van hem. Dat heb ik later pas begrepen hoor. Ik moest Dave zeggen. Ik zeg, Dave, weet je wel zeker dat je dit wil vertellen? Ja, zegt hij, ik wil het heel graag vertellen. Want ik ben er nog en nu kan ik het nog vertellen. Het is een ontmoetingsplek, een digitale ontmoetingsplek, waar mensen elkaar ontmoeten. Ik merk dat er in eerste instantie wordt er vaak gereageerd op een verhaal van, ja, dat ken ik, goh, ja, bij die bakker ben ik ook geweest. Of ja, in de Retiefstraat heb ik ook gespeeld met die en die. En dan gaat andere mensen erop reageren, want die zien dat een Jerry heeft daarop Jerry Means uit Amerika, daar heb ik inmiddels contact mee trouwens. Die reageert dan en dan reageert iemand, ben jij die Jerry uit die en die straat? He, ken je die en die ook? En dan zie je dus inderdaad dat er een gesprek ontstaat. Het is geen chatbox, maar het is wel op elkaar reageren. En als je dan bij reacties 12 bent, dan gaat het niet meer over het oorspronkelijke verhaal, maar dan gaat het over elkaar. Ja, daar ben ik voor gevraagd of ik dat ook wilde linken. En of ik ben ook een van de communityleden, heet dat geloof ik officieel. Dus ik schrijf daar ook voor. Maar dat zijn eigenlijk al de verhalen die ik schrijf voor het geheugen. Die gaan ook naar de community, die worden gelinkt. En dat is sinds een half jaar of zo is dat wat eenvoudiger, omdat die gewoon geschakeld zijn. Digitale schakeling noem ik het maar. En buurtwinkels is dan voornamelijk vanwege de Jodenbreestraat. En ik, de verhalen over Bakker Verdonen.
die horen daar natuurlijk ook aan verbonden. En af en toe kom ik een verhaal tegen over een kruidenier of over een water- en vuurhuisje of zo. Wat ik tegenwoordig ook doe, is dat ik bij het archief of bij de historische kranten, de website van de historische kranten, artikeltjes over de buurt probeer te vinden. En dan een plaats te geven in een breder verband. Ik ben nu bezig met de politiemeldingsrapporten. Om gewoon verhalen vanuit die politieregisters te bewerken voor korte artikeltjes. Alsof ik dus een verslaggever ben uit die tijd. Eigenlijk ben ik daardoor geïnspireerd door Ons Amsterdam. Ik weet even die rubriek rent, dat is 25 en 50 jaar geleden. Dat vind ik zo grappig inderdaad, die korte berichtjes. Nou, in mijn geval kunnen ze iets langer zijn. Maximaal 300 woorden. En dat zijn hele leuke, opvallende, vreemde gebeurtenissen. Nou, nee, niet echt. Ja, Dave Doner is denk ik het meest dierbaar. Omdat ik het idee heb dat ik me heel kort, ik heb hem maar 3 keer ontmoet. Maar ik heb wel iemand verloren. Dat is echt een heel dierbare mens heb ik verloren. En hij heeft nog zoveel kunnen betekenen. Want hij was zo ontzettend bezig met het ophalen aan herinneringen. Niet alleen voor hemzelf of voor mij of zo, maar daar was hij al heel lang mee bezig. Om het vast te leggen, niet verloren te laten gaan. En de man had zoveel contacten. Echt onvoorstelbaar. En dat vind ik wel heel jammer. En met Is Jacobs heb ik ook een heel goed contact. Ja, ik heb met alle mensen heel goed. En die zijn allemaal heel dierbaar. Hele kleine verhaaltjes. Eigenlijk zijn alle verhalen me dierbaar.